Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben benieuwd of hij nou goed staat, want hij staat hetzelfde op mijn telefoon als net. Ja, volgens mij wel. Goedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn. Nou, ik hoor heel graag als jullie mij hebben gevonden. Goedemorgen, hallo allemaal. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie het scherm goed zien. Of het beeld gewoon niet in het spiegelbeeld staat. Maar ik zie het goed. Hallo, goedemorgen. Nou, gezellig. Je bent goed te horen en te zien. Nou, top. Ik was er net al even 1 seconde. Alleen, toen was het beeld... Niet horizontaal, maar verticaal. Terwijl die op mijn telefoon gewoon goed stond. Dus, nou ja. Maakt niet uit. Ik dacht, dan ga ik meteen even opnieuw erin. Hij moest misschien nog even wakker worden. Hallo. Nou, leuk dat jullie er zijn. Het regent hier ontzettend. Ik ben bang dat het bij jullie ook niet zo mooi weer is. Maar ja, ik hoop dat jullie niet te veel geluidshinder hebben van de regen. Ik doe mijn best om zo duidelijk mogelijk te praten. Goedemorgen. Nou, leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik had gisteren in de aankondiging al laten weten wat ik ging doen. En ja, eigenlijk wordt het gewoon even lekker een heel relaxed ochtendje. We gaan lekker aan de slag met kleuren en het opbouwen van deze geweldig leuke vogeltjes. En... ik pak er vast even wat keukenrol bij. Want ik zie dat er nog wat mensen binnenkomen. Dus dan hebben jullie nog even de tijd. En dan pak ik ook vast even mijn mixed media mat. Want dat geklieder is wel lekker als we daar een beetje een ondergrond voor hebben. Hebben jullie allemaal een beetje een fijn weekend gehad? Bij ons was het... Het weekend eigenlijk best wel aangenaam weer, moet ik zeggen. Ik had het hele weekend weekendkamp. Ik doe vrijwilligerswerk. En ik heb wel thuis geslapen overigens. Omdat dat qua energie iets beter uitkwam. Maar we hebben eigenlijk best wel veel in het zonnetje gezeten. Met af en toe een enorme bui. Maar ja, hè? We kunnen niet alles hebben. Dus... Vandaag dacht ik, we gaan even lekker aan de slag met die leuke vogeltjes. En ik zie al dat een aantal van jullie zeiden, oh die vogeltjes zijn zo leuk. Dit is een standje van eigenlijk een van de nieuwste series van Elizabeth Craft Designs. En die heeft Annette Green ontworpen. En dit zijn de vogeltjes, de birds. En die heeft als... nummer wou ik zeggen, maar er staat hier niet echt een heel duidelijk nummer op. Ja, wel de 2023 en dan de birds. Maar hij staat uiteraard ook gelinkt in mijn lijstje. En het lijstje stond er ook al op, zag ik. Dus dat is mooi. Daar wil ik wel even bij zeggen, ik ga aan de slag met verschillende kleurtjes distressoxide. En ik heb al heel wat kleurtjes doorgegeven voor mijn lijstje, maar daar wel bij aangegeven. Ik weet nu nog niet exact welke kleurtjes ik ga gebruiken. Dus ik zal na de live zal ik even kijken welke kleuren hebben wij gebruikt. En dan zal ik die nog even linken. Dus het lijstje kan in die zin nog een beetje aangepast worden aan de hand van de kleurtjes. Nou, een aantal van jullie hadden gezien dat ik gisteren een paar kleurtjes probeerde klaar te leggen voor mijn live. En dat was best lastig. Want toen ging ik een selectie maken en toen kwam ik alsnog op 34 kleuren uit. Dus ik had een foto geplaatst met de kleuren die ik had klaargelegd. Help, ik heb keuzestress. Hebben jullie voorkeuren? Nou, de voorkeuren die ik heb gelezen, die laat ik even zien. Want die heb ik natuurlijk allemaal bij elkaar gezet. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wie wat zijn, maar volgens mij was deze die ik als eerst laat zien van Joyce Jansen. De donkerblauwe Price Ribbon, Broken China en de Patina. En dat zijn allemaal een beetje, ja, verschillende blauwtinten. Dat zou ook wel kleuren zijn die ik zelf zou kiezen. Dus dat is 1 voorkeur. Dan was er iemand die had gezegd, deze 2, ik hou ze gewoon eventjes
in beeld, want ik kan die namen niet allemaal uitspreken. Maar in ieder geval oranje en geel. Oh, helemaal goed, Anna. Nou, hopelijk is de doktersafspraak niet al te heftig. Dus die. Dan was er nog iemand die zei rood met paars. Dus ik heb gewoon even wat rode bij paars gelegd. We kunnen natuurlijk niet alles gebruiken. En er was ook iemand die had helemaal een kleurtje of een streep er doorheen gezet. En ik denk dat jij bedoelde om eens een keer juist vogeltjes te maken met deze tinten. Dus, want hier stond een streep doorheen op jouw foto die je plaatste. Dus ik denk dat jij deze bedoelde. Een beetje de rozige tinten met juist wat grijs bruinig. En er zei nog iemand grijs-bruin, omdat ik juist, of omdat zij alleen maar van die hele kleurrijke vogeltjes zag. Dus het wel leuk vond om een keer wat anders te doen. Dus ik dacht, we gaan gewoon aan de slag met kleurtjes. Maar ook met eentje met wat zachtere tinten, zullen we maar zo zeggen. Wat minder fel. En dan zien we wel hoe ver we kunnen komen. Ja, Emmy. Oh, echt hè. Nou, het scheelt dat het een regionaal weekend was. Want Emmy die had mij een bericht gestuurd. Dus had ik gezegd, nou, ik ben het hele weekend niet thuis. Dus ik ga maandag jou reageren. Maar het scheelt dat het een regionaal weekend was. En dan zijn de kinderen, zeg maar... Ja, iedereen heeft dan een bepaalde taak. Dus er zijn in totaal waren er volgens mij 250 kinderen van allerlei groepen die in deze regio zitten. En dan waren er andere leiding, daar staf. En wij hadden weer als leiding andere taken. En tussendoor hebben wij met de leiding gewoon vergaderd en het heel gezellig gehad onderling. Dus we hadden niet continu kinderen om ons heen. Dus... Het was een druk weekend, maar het was ook wel weer gewoon een heel gezellig weekend. Nou, even kijken. Ik had de vogeltjes al even uitgestanst en een beetje bij elkaar gelegd wat bij welk vogeltje wordt. Want je ziet op die afbeelding, er zitten twee verschillende vogeltjes in. Ze lijken natuurlijk op elkaar, maar de ene die kijkt de linkerkant op en de andere kijkt de rechterkant op. En de vormen van de vogeltjes zijn net iets anders. Dat kun je natuurlijk helemaal combineren, hè? Maar dat is misschien even goed om te weten. Ben je benieuwd hoe die standjes er nou uitzien? Er zitten een aantal standjes in waar er een plaatje zit met die kleintjes bij elkaar. Zodat je ze niet allemaal kwijtraakt. Kijk, deze ook. Dan stans je deze allemaal meteen in één keer uit. En ik heb nu... Gewoon eventjes dit plaatje, ik ga hem natuurlijk niet omdraaien, waar ik de vogeltjes op heb liggen. Dat is gewoon even zo'n dun plaatje van mijn stansmachine. Maar ik dacht, dan kunnen jullie het wel zien. Want als ik dat op een A4 vel ga leggen, dan zie je dat niet zo goed. En ik heb de vogeltjes uitgestanst uit aquarelpapier van Vase. En dan gewoon de 200 grams. Nou, dan pak ik even deze erbij. En dan gaan we maar gewoon eens beginnen. En dan wilde ik beginnen met het vogeltje wat naar de rechterkant kijkt. Dus dan gaan we die spulletjes er even bij pakken. Je zou natuurlijk kunnen kiezen om eerst gewoon wat op kleur te brengen en dan pas te stansen. Ik wil nu juist verschillende elementjes een bepaalde kleur. Dus heb het andersom gedaan. Zo. Nou. Ik ga denk ik maar gewoon eens even beginnen met de blauwe getinte. En dan ga ik heel even spieken als ik dit zo voor mij neerleg of jullie dit dan goed in beeld hebben. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Nou, ik ga die brushjes van Studio Light gebruiken. En die hebben allemaal van die verschillende maten. Dus dat is in dit geval wel heel erg handig. En ik heb ook voor deze al eerder blauw gebruikt. Maar ik doe ze altijd aan mijn keukenrolletje weer afvegen. En dan heb je qua kleur dat je ze daarna gewoon weer kan gebruiken. Voor een ander kleurtje. Nou, ik wil in eerste instantie niet te fel. Dus ik doe heel eventjes mijn...
papiertje ernaast leggen, dat ik dan het ergste eraf kan vegen. Het snaveltje is niet erger als wij die in dit geval nu raken, want het snaveltje is ook apart. Dus daar hebben we nog apart een standje voor. Dat is dat hele kleine, ja, driehoekachtige. Dus die komt er dadelijk nog overheen. Nou, in eerste instantie ga ik gewoon een beetje kleur aanbrengen. En ik maak altijd draaiende bewegingen. Dan pakken we eventjes de volgende kleur. En ik begin eigenlijk vaak aan de buitenkant. En dan ga ik even kijken of jullie dit goed zien of dat ik hem ietsjes moet inzoomen. Laat maar even weten hoe het voor jullie kijkt. Dus even een lampje nog extra aan, want ja, dat is beter. Nou, en dan pak ik die lichtere kleur weer opnieuw. En dan ga ik er nog een beetje overheen, zodat ik eigenlijk wat meer met die andere kleur kan blenden. Mag wel iets inzoomen, hè? Ja, dat dacht ik al. Ga ik hem een heel klein stukje naar beneden doen, hoor. Dan wiebelen jullie een klein beetje. Doe ik niet te veel, want anders zien jullie de kleurtjes niet meer die ik gebruik. Nou, en er zijn deze week ontzettend veel lives, zag ik. Hartstikke leuk. Vandaag zelfs 3. Op de maandag. Nou, dat is toch wel heel gezellig. Nou, dat is die Price Ribbon. Dat is natuurlijk een hele donkere blauwe. Die vind ik in dit geval leuk om die bij de randjes wat extra kleur te geven. In dit geval voornamelijk ook bij de staart. Omdat ik dan wat meer diepte creëer. Dus dan krijg je een beetje meer schaduw. Beetje kleurverloop. Ik zal hem even iets dichterbij houden. Kijk. Zo loopt hij een beetje van licht naar donker. Nou, die kunnen we dadelijk altijd nog aanpassen. Dus die leg ik heel even aan. Een beetje naar boven. Deze, die komt hier overheen. Ongeveer. Nou, dan vind ik het wel leuk als die dan weer net een iets ander blauw tintje heeft eigenlijk. Dus als Joyce kijkt, dan ga ik nu toch nog even een extra blauw kleurtje toevoegen. En dan neig ik of naar de Speckled Egg of naar de Stormy Sky. Even kijken, wat gaan we doen? Ik denk de Speckled Egg, dus daar begin ik even mee. Dan halen we die eraf. Eens even kijken of ik reacties van jullie mis. Ik ben aan het meevolgen terwijl ik in de strijd ben. Ah, er zijn vogeltjes aan het fluiten. Ja, dat is wel toepasselijk, ja. Ja, weet je, en zulke standjes, zo kleuren en dan gewoon daar ook echt lekker de tijd voor nemen en het opbouwen. Ik doe dat eigenlijk veel te weinig, maar dat vind ik gewoon zo ontspannend om te doen. Kijk, dit is nu de Speckled Egg. Die heb ik nu helemaal in de Speckled Egg gedaan. Het kan van kleur wel, maar ik vind eigenlijk dat er wel ietsjes meer... Ja, een blauw tint bij mag. Dus dan pak ik gewoon die Stormy Sky. En dat is een beetje blauw-grijs. En dan blend ik die een beetje met die Speckled Egg. Dus je kunt die kleuren prima over elkaar heen gebruiken. En heb jij nou een kleur die je graag zou willen gebruiken, maar je hebt hem bijvoorbeeld in de spray? Dan kan dat ook. Dan kun je gewoon wat spray bijvoorbeeld op jouw craft sheet of mat of... stukje plastic, net wat je hebt, sprayen en dan op dezelfde manier gebruiken als wat ik nu eigenlijk doe. Dus dan pak je hem ook met je blending tool op. Nou, hier en daar geef ik wat van die wat lichtere kleur.
En dan leg ik hem er even op. Nou, ik denk dat het wel een leuke kleurcombi is. Even kijken. Nou, deze die komt ongeveer zo. Het is altijd een beetje zoeken natuurlijk. En het kopie. Dus dan kijk ik even hoe ik deze dan mooi over elkaar heen ga leggen. Nou, welke kleur zullen we het kopje maken? Hebben jullie een voorkeur? Dat is dat witte stukje wat ik er nou dus aan het opleggen ben. En die kun je natuurlijk een beetje schuiven zoals je zelf leuk vindt. Hè? Dat er een beetje een vormpje ontstaat. En dat zou je ook nog met die daarboven kunnen doen. Die is net iets kleiner. Even kijken wat ik mooier vind. Ze zitten er allebei bij. Nee, ik vind die andere wel mooier. Geel kopje is mooi. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Veel succes, Anna. Nou, dan gaan we even geel pakken. En die had ik hieronder. Maar ik heb ook nog een andere geel klaargelegd. Ik denk dat die Fossilized Amber, als ik het goed zeg. Dat die wel wat mooier past. Die is net ietsjes minder fel. Doe ik hem heel even eerst een beetje op mijn keukenrolletje het meeste inkt eraf. Dat die niet te fel is. Want donkerder maken kan ik natuurlijk altijd. En dan heb ik eigenlijk wel een ideetje. Want we hebben ook nog die, volgens mij heet die antiek linnen. Even kijken hoor. Ja. Dat is deze. En dat is ook een hele zachte kleur. Dus ik denk dat die met dat geel wel een goede combi is. Je ziet hem wel. Zo. Kijk, en daar komt natuurlijk nog een stuk overheen. Wordt hij al fris van, hè? Nou, dan hebben we dat rondje. En dat rondje komt dadelijk hier. Zo. En dan zit hier nog het snaveltje. Nou, het snaveltje en de pootjes zit ik toch wel, zeker de pootjes, een beetje aan het grijs te denken. En ik denk dat daar die hele nieuwe kleur wel mooi is. Dat is die Lost Shadow of deze. Even kijken of die in beeld is, want ik heb wat vertraging. Ja. Ja, vind je het leuk? Ja, is dat zo grappig, hè? Want eigenlijk is het heel rustig. Dus ja, het voelt altijd een beetje of je dan of dat leuk genoeg is om naar te kijken. Maar het zijn vaak van die standjes dat je denkt, oh, hoe moet ik eraan beginnen? Hè? Het is eigenlijk gewoon zo leuk om, ik vind het ook wel heel leuk om dan samen met jullie naar de kleurtjes te kijken. En dan krijg je ook wel weer van elkaar ideeën wat leuk bij elkaar past. En soms dan is het ook gewoon proberen. Hè? Dan denk je, wat zal ik eens doen? En dan valt iets echt superleuk uit. Zo. En dan heb ik eigenlijk dadelijk nog wel een ideetje. Als we alles gekleurd hebben.
Even kijken. Want deze die hoort nog onder het oogje, dat hele kleine rondje. En dan heb ik, als het goed is, nog ergens een puntje. En die heb ik dan denk ik nog... Kijk, dat is het leuke aan die kleine zandjes. Ja, die heb ik nog. Ik had mijn wakstoel er al bij gelegd. Kijk, die moet daar nog in. En die nog. Dus deze ga ik dan een beetje een oranje getint doen, denk ik. Volgens mij is deze een beetje oranje-rood. Ja. Ik ga even kijken hoor. Oh, wat leuk, Sandy. Nou, ik moet zeggen... oxides. Ja, jullie zagen al. Ik heb er echt heel wat kleurtjes van. Ik heb ook heel veel kleuren nog niet. Maar het is wel een product wat je super veelzijdig kunt gebruiken. Laat ik het zo zeggen. Die oxides in een heel aantal kleuren, waaronder die waar ik nu mee werk, die heb ik gewoon echt al heel lang. Ik heb ook best wel fanatiek aan handlettering gedaan. En dan voornamelijk met brushpennen en zo. Maar dan maakte ik ook ondergrondjes met de oxides. Nu, met mixed media gebruik ik ze veel. Ik gebruik ze om randjes te beïnkten. Maar ook dus voor zulke soort standjes. Dus de oxides vind ik wel echt een product wat je gewoon op heel veel manieren kunt gebruiken. Dus daar zul je echt wel veel plezier van hebben. Even kijken. Persoonlijk vind ik dat deze nog wel iets donkerder van kleur mag. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Dan doe ik denk ik een heel klein beetje van deze erbij toevoegen. Ja, precies, Viola. Ook voor achtergronden. Ik gebruik het echt heel vaak. En dat is niet om je nu aan te moedigen. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke ervaring. Even kijken. En wat ik ook wel leuk vind, is dat je gewoon best wel goed één kleurtje kan bijbestellen, zeg maar. Dus je hoeft niet meteen alle kleurtjes te hebben. Je kunt natuurlijk heel goed kijken of het iets voor jou is. Even kijken. Nou, nu zien jullie, en dat is een beetje moeilijk zichtbaar, maar ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Hier twee van die hele kleine rondjes liggen. Die kleinste, die komt op die één maat groter, zeg maar. Dat wordt het oogje. Die onderste, die wil ik heel graag heel lichtgrijs doen. Nou, daarvoor wil ik dan die nieuwste grijs gebruiken. En dan laat ik hem gewoon liggen en dan doe ik hem nu gewoon even zo eroverheen. Want ja, is natuurlijk heel mini. Zo. En die andere wil ik denk ik eventjes een tikkeltje donkerder of misschien wel zwart. Maar dat is dus een hele goede vraag. Ik zie mijn zwart er niet bij liggen. Ik heb alle kleurtjes klaargelegd, maar geen zwart. Ik ga heel even kijken of ik die hier zo heb liggen. Waar is mijn zwart? Even kijken. Nou, ik heb die toch echt in mijn hand gehad. Nou, anders komt het ook wel goed hoor. Dan pakken we gewoon een andere. Maar je zult altijd zien, dan na de live zie ik hem niet eens liggen. Hè? Dat is altijd... Er zijn van die kleurtjes, die gebruik ik heel veel. Die, net als die bruine. Nou, dan pakken we gewoon deze. De Crown Espresso kan ook. Een bruin oogje. Nou, als jullie hem dadelijk toevallig zien. Nou, ik heb hem volgens mij gisteravond nog in mijn hand gehad om klaar te leggen. Zo.
Dat is dat. Even kijken. Dan gaan we die pootjes dadelijk gewoon heel eventjes met anders of grijs doen. Of ik pak even een spray. Zo. Het oogje ga ik vast even plakken op dat een grotere maatje. Nou, dan vind ik het makkelijkste om nu gewoon even een drupje op dat grotere stukje te doen. Moet er natuurlijk niet te veel uitkomen. Misschien hang ik er een klein beetje voor. Even het naaldje erop, want mijn lijm die zat vorige week de hele tijd dicht. En daar heb ik nu niet zoveel zin in. Nou, lekker gepriegel. Kijk. En dan plukken we die erop. Dat is één. Even kijken. Dan gaan we deze op dat oranje stukje doen. En wat trouwens ook heel leuk is voor die oogjes. Kijk, je zou er natuurlijk zelfs zo'n wiebeloogje op kunnen doen. Nou, die kent iedereen wel, denk ik. Of een kraaltje of zo'n plakparel bijvoorbeeld. Die zijn er natuurlijk ook heel leuk voor. Nou, ik plak hem dan hier erop en niet al op het vogeltje. Omdat als ik hem dan net een beetje laat schuiven, dan heb ik die tenminste mooi geel gelaten. Zo. Dus dat. Nou, dan vraag ik me nog steeds af waar die zwarte is. En dan pak ik voor zwart gewoon heel eventjes de watervaste versie. Dat kan ook. Ik heb vrijdag een workshop gedaan en toen heb ik die eentjes ook uitgeleend. Dus dan moet je altijd weer even zoeken of het, waar het is gebleven. Want ik zie die nu niet liggen, denk ik. Nee. Nou ja. Dan doen we maar gewoon even deze gebruiken. Dan is die gewoon heel diep zwart. Kan ook. Links onder de donkergrijze. Even kijken. Want het steen ligt daar. Nee, hij ligt hier echt niet tussen. Hij ligt er echt niet tussen. Nou, het snaveltje. Even kijken. Dan doe ik het maar gewoon eventjes zo. En het snaveltje had natuurlijk, kan in principe ook wel met een stift bijvoorbeeld. Hè? Een Posca bijvoorbeeld. Nou, ik pak daar even een hele oude brush voor. Het enige is dat deze nu natuurlijk watervast is. Dus als je het leuk vindt om nog spetters op je oxide te doen. Want de oxide die reageert natuurlijk op water. Dan zal die op de, in mijn geval nu dan de pootjes en het snaveltje dus niet reageren. Maar dat is niet erg. Ja, dat was dus een gele, ja. Maar ik heb hem echt zien liggen. Alleen die, ja, die watervaste zwarte van Ranger niet. Die is denk ik bij de workshop blijven liggen. Nou ja. Strakjes gewoon even goed zoeken. Nu wil je het ook snel doen, hè. Dus zo kan het ook. Voor alles is een oplossing te vinden. Nou, deze doe ik wel even meteen schoonmaken. En zo zie je, die mat, die is echt heel makkelijk schoon te maken.
wat is dat? Even kijken. Want ik ga dan eerst even dit rondje opplakken. Maar ik vind dat tussen die onderste en het cirkeltje nog wel iets meer kleurverloop mag. Dus dan gaan we deze even pakken. En dan ga ik eventjes aan de randjes wat meer geel doen. En in het midden wil ik wat lichter van kleur laten. Nou, dan pak ik deze gewoon even vast. En dan pak ik gewoon eventjes mijn inkpad. En die haal ik er even een beetje langs. Aan de randjes. Moet je wel er zelf tegen kunnen dat je een beetje vieze vingers krijgt. En die in het midden veeg ik het een beetje naar buiten. Zo. En dan had ik nog wel... Ja, pootjes zijn zo inderdaad ook goed, ja. Een tipje. Even kijken of ik hem hier heb liggen. Ik denk het niet. Nou, dan laat ik het gewoon even zo zien. Dit is even niet het goede potje. Maar er bestaat van Ranger, van Tim Holtz. Bestaat er ongeveer hetzelfde formaat potje. Daarom pak ik deze even. In een glaze. En die glaze, dat is een hele dunne substantie. Als ik hem heb gevonden van de week, zal ik het een keer laten zien. Die je over bijvoorbeeld je inkt of je oxide kan smeren. Het is echt een soort van, ja, hoe kan ik het vergelijken? Boter, wou ik bijna zeggen. Maar het is nog dunner, denk ik. Je smeert het er gewoon overheen. Je hebt maar heel weinig nodig. Maar dan fixeer je als het ware jouw inkt. Dus als je wil dat hij niet te veel van kleur, dat de kleur ervan afgaat. Of als je er nog met iets overheen wil. Dan kun je de glaze er overheen doen. En dan kun je er vervolgens nog weer op gaan werken. Nou, deze, die gaan we vast op ons rondje plakken. Zo. En ik denk dat ik strakjes op dat oogje... Glossy Accent gaat doen. Zodat hij een beetje dat 3D effect geeft. Oh, Anna, je zit daar te kijken. Leuk. Is wel herkenbaar trouwens. Want ik was een tijdje terug was ik ook aan het wachten. En toen was ik ook gewoon live tussendoor aan het kijken. Alleen dan, toen waren er heel veel mensen in de wachtruimte. Dus toen kon ik hem niet op geluid zetten. Nou, dit haakje noem ik het maar even. Die komt hier. Nou, volgens mij hebben we de kleurtjes nu best wel gecombineerd, hè? Die gaan we denk ik een beetje rood maken. Nou, we zijn van alle tinten. Kijk, en zo zie je, ik werk helemaal niet vaak met heel veel kleurtjes. Maar omdat het hele kleine stukjes zijn, is het dan helemaal niet meteen heel overdreven fel, zeg maar. Maar ik wil nog wel een beetje ook een grijs-bruinig vogeltje maken. Gewoon om eens te kijken hoe dat eruit ziet. Want ik denk dat dat ook heel leuk kan zijn. Zo. En dan pakken we nog een klein beetje van die andere kleur rood. En die... Duw ik gewoon een beetje hier en daar erop. Want ik vind het leuk als deze niet te strak is. Maar dat het een beetje speels is. Ja, zeker Marie-Louise. Dat is ook leuk. Met een mask eroverheen gaan. En je kunt het, als je dit kleuren niet helemaal jouw ding is. Kun je natuurlijk ook prima... het vogeltje
uit die zuimpapier stansen. Of juist die, die multicolor blokken van Studio Light. Die hebben natuurlijk allemaal van die verschillende kleurtjes. En die hebben nu ook wat dikker papier. Dus je kunt natuurlijk ook prima gewoon verschillende kleuren stansen als je dat leuker vindt. Oh, deze had ik hem niet rood gewild. Maar die had ik er nog eentje gestanst. Want deze die wilde ik blauw. En zo. Even kijken. Ga ik deze vast hier neerleggen. En laat ik hem meteen plakken. Ik ben even aan het kijken hoe ik... Ik haal hem heel even een beetje naar me toe. Hoe ik dit ga doen zonder in beeld te zitten. Iets naar beneden. Hij moet echt hier bij dat bochtje, zeg maar. Zo. Nou, en dit doe ik natuurlijk wel met lijm en niet met tape. A, omdat tape natuurlijk gewoon best wel lastig is. Oh, deze moet hieronder natuurlijk. Maar ook omdat je hem nou, zoals ik je mij nu ook ziet doen, een beetje kunt schuiven. Dus dan zit het nog niet meteen helemaal vast. Zo. Dus ik plak hem dan nog niet helemaal strak, zodat ik hem nog kan wisselen. Even kijken, deze komt wat meer. Zo. Dan komt deze hier overheen. Komt het rondje overheen. Even kijken of ik hem nou qua hoogte goed heb zitten. Nog niet helemaal de wens. Ik wil deze ietsjes naar boven. Dat hij hier, even kijken, want zo zit ik ervoor. Ik wacht heel even totdat ik zie. Ja. Dat ik hier, waar ik nu met mijn pen zit, daar zit zo'n, ja eigenlijk een buikje. En er zit zo'n golfje, dat die daar mooi aansluit. En dan kan deze hier overheen. En dan kan het snaveltje er nog bij. Ik heb hem aan de verkeerde kant gekleurd, denk ik. Wat kun je nog een ander zaakje leggen? Ja, dit is het snaveltje voor het andere vogeltje. En waar is mijn snaveltje? Nou, we stansen gewoon heel even een nieuw snaveltje uit. Volgens mij had ik wel twee snaveltjes gestanst. Ja, het is wel echt. Het is zeker wel een priegelwerkje, ja. Maar het is wel echt heel leuk. Even kijken. Ik pak heel eventjes een nieuw blaadje. Kijk, we kunnen wel gaan zoeken nu naar het snaveltje, maar sneller om hem even te stansen. Dat zit ik helemaal onder de kleurtjes. En hebben jullie een drukke dag vandaag? Of is het een gezellig dagje vandaag? Ik doe hem heel even stansen op mijn schoot. Want anders dan gaat jullie beeld heel erg wiebelen. Ja, ik heb inderdaad gebruik gemaakt van het 200 grams
papier van Vase, aquarel, zoals Viola al even wilde aangeven. Dankjewel. Zo. Kijk, die moest ik hebben. Die maak ik nog wel even zwart. Nou, dat is snel gedaan, hè? Even kijken. Ik kijk zo even weer naar jullie reacties, hoor. Ik doe heel even dat snaveltje plakken. Ik ben bang dat ik hem anders laat vallen en dat ik hem dan kwijt ben. Zo, die plak ik nog niet helemaal diep vast, want dan ga ik eerst even deze plakken. Heel even een lukje voor mijn handen, want het zou zonde zijn als ik nou dit oogje zwart ga kleuren, omdat ik per ongeluk zwart aan mijn handen heb. Oh, gecondoleerd. Dat zijn de moeilijke kaarten om te maken. Dan overlap ik het snaveltje een beetje met het rondje. Zodat het net lijkt alsof die daar dus ook gewoon bovenop ligt. Nou, dat is dat. Nou, deze die komt hier een stukje overheen. Dus die komt zo. Nou, dan hadden we natuurlijk nog deze. Die komt daar. En die wil ik donkerblauw doen. Dat lijkt me wel een leuke combi. Dus dan springt hij er ook een beetje uit, hè? Ja, en dan is dit kleine lijnpuntje wel heel fijn. En ook deze die komt hier weer zeg maar in die bocht als het ware. Dus die gaat gewoon met die ronding mee. En die eindigt dan precies boven dat figuurtje wat eruit is gestanst. Maar goed, je kunt hem natuurlijk helemaal opbouwen zoals je zelf leuk vindt. Zo. En dan dacht ik om hier nog een beetje de randjes. Dus ik ga er bijna niet overheen. Ik ga meer op mijn mat dan dat ik de binnenkant raak. En een klein stukje raak ik voor de diepte. Nou, deze plak ik vast op. Even kijken hoor. Oh ja, ik vroeg inderdaad zelf wat de plannen waren vandaag. Dus dat. Dan mag hij zeker gezegd worden wat ze gingen doen. Ik kan alleen niet altijd alles volgen terwijl ik aan het priegelen ben. Maar dat snappen jullie wel, denk ik. Hè? Alhoewel, het meeste kan ik eigenlijk altijd wel meelezen. Nou, weer bijna mijn reservesnavel aan de kant. Kijk,
deze die hier uitgestanst is, die kun je natuurlijk ook weer op kleur brengen om er weer terug in te stoppen. En dat is deze. Dit stukje. Ik ga eerst even de voetjes eraan maken. De pootjes. Voetjes, pootjes. En dan ben ik wel benieuwd wat jullie zeggen. Deze op kleur brengen en daar weer in stoppen. En zo ja, welke kleur? Of zeggen jullie nee, gewoon zo laten? Oh, leuk Yvette. Mooie kaart aan het maken om te lezen. Ja. Ik hoop eigenlijk... dat ik ook... Oh, kijk, nou is het meteen meer een vogeltje, hè, met dat pootje eronder. Ik hoop eigenlijk dat ik vanmiddag ook nog wel heel eventjes wat dingen kan afronden die ik nog aan het maken ben. Alleen... dat ligt er een beetje aan of Jure gaat slapen vandaag, want ze is niet helemaal zichzelf, zullen we maar zeggen. Ze vond het ook niet zo heel leuk dat ik naar boven ging. Even kijken, Thea zegt erin maken met blauw. Ja, die kleur had ik ook al in mijn hoofd. Niks meer aan doen. Nou, volgens mij gaan we het nu gewoon gezellig houden. Ja, leuk hè? Schattig vogeltje, vind ik ook. Even kijken, ik maak hem gewoon blauw en dan leggen we hem er even in om te kijken of we dat wel of niet doen. Want dat kan natuurlijk altijd, hè? We kunnen altijd zeggen van nee, wordt hem toch niet. Maar dan ga ik denk ik niet voor te fel blauw. Nee, jullie mogen zeker kletsen. Maar ja, ik snap wel wat sommigen bedoelen. Dat je dan de vragen mist over waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld. Als we dat doseren, dan komt het vast helemaal goed. Even kijken. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal gewoon dezelfde hobby. Zo. Vinden niet allemaal hetzelfde leuk natuurlijk, maar... Ik denk dat ik hem dan te donker vind worden. Nou, ik ga gewoon met die lichte kleur eroverheen. Dan gaan we het nog eens even bekijken. En anders laat ik het gewoon zoals die nu is. Ja, dat vind ik wel leuk. Zo. Nee hoor, hoeft niet Stephanie. Zo, we doen deze eventjes schoonmaken. En dan. Ja, het kan inderdaad wel donkerder om het op te vallen. Maar ik vind het juist leuk als hij niet alle aandacht daar naartoe trekt. Even kijken. Nou, dat staartje wil ik nog wel ietsjes donkerder. Dus dat ga ik nog wel even doen. En dan had ik nog een ideetje. En dat is de hoop, in de hoop dat dat er mooi uitpakt. Maar ik wil het gewoon proberen. Want als het dan niet mooi uitpakt, weten jullie dat jullie het niet hoeven te doen. Zo is het ook, toch? Zo. Kijk, wat had ik dan voor een ideetje? En dat is wel een beetje een spannende misschien. Deze plakken we er nog even in. Nou ja, we gaan geen tweede vogeltje meer kunnen maken. Maar ik zal er zeker nog een andere kleur tinten maken en met jullie delen. Ik dacht, het is wel leuk als dat vogeltje een beetje glanst. En een beetje een grappig effect heeft. Ik doe even al die dopjes op mijn oxide. En dan heb ik hier twee dekseltjes door elkaar gehaald. Die is van die en deze is van die.
Ja, leuk hè? Ik vind hem ook helemaal schattig. Krijgen we weer zin in mooi weer als je zo'n vogeltje ziet, toch? Ik heb wel lekker die bekertjes zo door elkaar gedaan. Oké, nou, het oogje zei ik al met de Glossy Accent. Maar ik dacht, we gaan iets uitproberen met mijn vogeltje. Namelijk met embossingpoeder. Dan denk je, ja maar ho, dan zie je al die kleurtjes niet meer. Ik dacht, ik heb natuurlijk die Distress Glaze. Dat is embossing glaze en die is transparant. Nou, die Lost Shadow, die hele lichte grijze, die heeft een grijzige gloed, maar verder is die natuurlijk gewoon transparant. Dus ik wil die over mijn vogeltje heen gaan verwerken. Dan moet ik alleen heel eventjes een blaadje pakken. En dan pak ik wel even mijn stillere heat tool. En het nadeel daarvan is wel dat het dan iets langer duurt voordat die smelt. Maar die embossing heat tool, die hoor je natuurlijk gewoon veel meer. Dus... dan kunnen jullie mij wat minder goed verstaan, denk ik. Ja, echt hè? Wat heb je snel veel vast voor zo'n vogeltje? Ik gebruik nu in dit geval gewoon de Vesemark Dazzle. Dat is de Frost. En die heeft net een beetje zo'n glittertje, legt hij erop. Waardoor je ziet waar je... de lijm hebt aangebracht. Of je inkt. Jullie snappen wat ik bedoel. Zo. En als het goed is, blijven we nou onze kleurtjes wel gewoon zien. Alleen zijn ze ietsjes afgezwakt. Nou, deze embossingpoeder doe ik natuurlijk altijd gewoon weer terug. Hè? Ik denk dat iedereen dat wel doet. Maar dat is gewoon zonde als je dat niet weer pakt om te gebruiken. Gaan we hem even verhitten. Dat is spannend, ja hè. Nou, zoals ik al zei, het verhitten dat duurt met deze altijd ietsjes langer. Omdat deze iets minder heet wordt. Maar hij pakt hem al wel, zie ik. En als je die embossingpoeder er net overheen hebt gedaan, dan lijkt het natuurlijk alsof die helemaal grijs gaat worden. Dat is niet het geval. Nou zit ik er natuurlijk met mijn heat tool even helemaal bovenop, maar ik ga hem zo laten zien hoor. Ik denk dat jullie het in de camera ietsjes minder goed kunnen zien. Maar de kleuren die zijn nog gewoon helemaal behouden. Alleen je ziet wel dat er net een beetje zo'n glanzende structuur als het ware overheen is gekomen. En dat maakt hem natuurlijk gewoon net ietsjes minder fel. Zeker dat gele, die zie je nog zeker wel, maar hij is wel gewoon iets minder scherp van kleur. En ik heb bijvoorbeeld die embossing glaze natuurlijk ook in blauw tinten.
Dus dat hadden we natuurlijk ook kunnen doen, hè? Maar dan maak je je hele vogeltjes net ietsjes meer een blauwe laag. Alleen de onderkleur die jij hebt gebruikt, die blijf je altijd zien. Dus ik dacht, het is wel leuk om dat eens met jullie uit te proberen. Dat je dat dus ook gewoon voor zulke dingen kan gebruiken. Hè? Nou, dan doe ik nog dat oogje een beetje 3D laten maken. Ik vind het wel altijd fijn, omdat dit puntje, als ik hem zo heb gestaan, is dat natuurlijk een beetje gezakt. Dus ik doe altijd eerst even een stukje eruit. En dan doe ik deze over het oogje. En die moet natuurlijk nog even gaan drogen. Ik heb nu de embossing glaze gebruikt en dan de Lost Shadow. Ik zal die nog even toevoegen. En dat is eigenlijk die nieuwste kleur. En toevallig zag ik dat Sabine naar binnen kwam. Binnenkwam, hoor je mij? In de live kwam. En daar heb ik deze twee kleur, of ja, dit kleurtje van gekregen voor mijn verjaardag. Super lief. Maar ik gebruik die glaze heel graag, alleen eigenlijk pak ik hem soms ja, niet, gewoon te weinig. Ik kan die nog veel vaker gebruiken, dus ik dacht meteen, oh dat is echt leuk. Maar dit is dus gewoon deze kleur, dus die hele lichte grijs. Zal ik hem eens even op gewoon een papiertje laten zien hoe die grijs eigenlijk is. Kunnen jullie dat meteen zien? Ja, die was schoon. Volgens mij heeft Janine die toen ook laten zien. Kijk, het is gewoon echt een hele lichte grijs. En die embossing glaze, die heeft diezelfde kleur. Alleen verder is die transparant. Dus hij geeft wel die laag. Maar de onderkleur die blijft dus altijd zichtbaar. Nou, dan is ons uurtje vreubelen alweer voorbij, zie ik. Ik ga natuurlijk even een foto maken van mijn vogeltje. En als ik hem ergens in verwerk, dan zal ik dat ook zeker even laten zien. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden om deze met mij op te bouwen en ermee te spelen. En dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren hoe je dit kan aanpakken. Maar ook dat het gewoon leuk was. En een ontspannen uurtje was. Ik wens jullie een hele fijne dag. Vanmiddag om 3 uur is Janine er met een showtime. En vanavond is er ook nog live. Dus jullie kunnen weer lekker genieten vandaag, denk ik. Nou, heel lief. Heel graag gedaan. Dank jullie wel voor de leuke reacties. Antoinette, dit is inderdaad de nieuwste kleur. Ja, klopt. Ik ben even aan het denken of er inmiddels al een nieuwe kleur is. Volgens mij nog niet. Nee, niet dat ik weet. Ik denk wel dat die binnenkort misschien weer gaat komen. Dankjewel, een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!